Welkom bij Vesta Terminal Vlissingen. Wij wensen dat iedereen veilig en wel naar huis kan keren. Elke dag opnieuw. Daarom vragen we graag uw aandacht voor deze belangrijke veiligheidsinformatie. Door deze instructies te volgen, bescherm je jezelf en elkaar. Na dit filmpje laten we jou een korte test afleggen om na te gaan of je onze veiligheidsinformatie begrepen hebt en wat we precies van jou verwachten. Als onze veiligheidsregels niet worden nageleefd, kan verdere toegang worden ontzegd. Op Vesta doen wij aan tankopslag en overslag. Klanten huren onze tanks voor opslag van petroleumproducten, zoals diesel, benzine, kerosine of stookolie, maar ook voor biobrandstoffen. Je kan het vergelijken met een hotel voor brandstoffen, waarbij de klant bepaalt of het product lang in onze tanks verblijft of snel weer doorreist via een zeeschip, binnenschip, pijpleiding, trein of truck. Deze service bieden we onze klanten op drie locaties. In Antwerpen, Tallinn en Vlissingen. Onze operationsafdeling probeert daarbij onze klanten zo goed mogelijk 24 op 7 van dienst te zijn. Onze technische afdeling zorgt ervoor dat onze infrastructuur ten dienste kan blijven staan van onze klanten en bestudeert waar we samen met externe partners mogelijk nog kunnen verbeteren. De HSE-afdeling waakt erover dat dit alles veilig kan gebeuren. En biedt ondersteuning voor continue verbetering. Zo kunnen we op het einde van de werkdag met een gerust gevoel veilig naar huis keren. Dit zijn VTF 1, VTF 2 en VTF 3. Om je op de terminal te verplaatsen gebruik je zoveel mogelijk de fiets. Om goederen te vervoeren hebben we speciale fietskarretjes. Draag nooit iets als je op de fiets zit. Wanneer je met de vrachtwagen goederen vervoert, respecteer de snelheidslimiet en draag altijd je gordel. De PBM-vrije zone geldt alleen voor de parkeerplaatsen en de weg van hier naar kantoor en/of controlekamer. Mobiele telefoons zijn verboden met uitzondering van het kantoor, de controlekamers, de parking of in een geparkeerde auto. Als u een ATEX-telefoon heeft, registreer die dan in de HSEQ-afdeling om zeker te zijn dat deze ter plaatse is toegestaan. Gebruik van elektronische apparaten is verboden. Je hebt toestemming nodig van de HSEQ-afdeling, dus aanvullende maatregelen kunnen worden opgelegd. Roken is ten strengste verboden, met uitzondering van de aangewezen rookzones. Neem nooit een eigen aansteker mee. Vaste aanstekers zijn voorzien. Sam draagt de beschermende kledij die je standaard op de terminal moet dragen. Een helm, een veiligheidsbril, antistatische brandvertragende en productafstotende kledij, antistatische hoge werkschoenen zijn altijd verplicht. Beschermende handschoenen en reddingsvest zijn in specifieke situaties verplicht. Vesta slaat producten op met verschillende gevaarlijke eigenschappen: licht ontvlambaar en brandbare producten. Producten die onder hoge druk worden bewaard. Giftige of zeer giftige producten voor de gezondheid en voor de natuur, bijtende producten die letsels en chemische brandwonden kunnen veroorzaken. Producten die irritatie van de ogen, aan de huid en ademhalingssysteem veroorzaken. En producten die langdurige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Meld ongevallen onmiddellijk door 112 te bellen vanaf de dichtstbijzijnde telefoon of per portofoon. Geef zoveel mogelijk informatie mee. Wat is er aan de hand? Waar gebeurt het? Zijn er gewonden? Zijn er gevaarlijke stoffen betrokken? Wat moeten we zeker meenemen? En vertel wie je bent. Zo kan ons interventieteam snel de situatie inschatten en vermijden dat het erger wordt. Wanneer u dit alarm hoort... Stop met werken. Van waar komt de wind? Evacueer te voet naar de dichtstbijzijnde zone met dit bord. U vindt ze aan de hoofdingang van elke site. Wacht op verdere instructies van het Vesta Crisisteam. Check bij het HSE-departement of de omstandigheden veilig zijn voordat het werk mag worden hervat. Het is verboden om alcohol of drugs te gebruiken of te vervoeren. Als u medicijnen neemt die u duizelig of minder oplettend maken, raadpleeg dan uw leidinggevende. Mogelijks mag u bepaalde machines niet meer bedienen. Tref hygiënische voorzorgsmaatregelen. Voorkom lekkage van gevaarlijke goederen. Dit kan een risico vormen voor onze veiligheid en voor het milieu. Als je een onveilige situatie of gedrag ziet, heb je altijd toestemming van Vesta om mensen hierover aan te spreken. Meld dit aan uw contactpersoon bij Vesta of een werknemer op de terminal. Ben je niet zeker of de uit te voeren handeling veilig is? Vraag dan onze medewerkers om advies. Dank voor uw aandacht. U kan zich tot een VESTA-medewerker wenden en vragen om de test te starten. We wensen u een veilige werkdag bij VESTA Terminals.